Nadja schreef het boek Dochter van de Decolonisatie, een meeslepend verhaal dat naadloos haar eigen familiegeschiedenis verweeft met de bredere Belgisch-Congolese geschiedenis. Nadja, aan jou het woord aan de PowerPoint. Ja, goedemiddag allemaal. Dank u wel, Thijs, voor de introductie. Ik ga vandaag een verhaal vertellen dat, heel kort, vooral vertrekt vanuit mijn eigen persoonlijk verhaal. Ik heb in 2019 de vraag gekregen van uitgeverij EPO om een boek te schrijven. En de oorspronkelijke vraag was om een manifest te schrijven rond decolonisatie. Dat was naar aanleiding van een opiniestuk dat ik had geschreven in de Standaard. En na een paar weken nadenken ben ik eigenlijk naar de uitgeverij gegaan met een tegenvoorstel. Uiteindelijk is Dochter van de Decolonisatie niet een manifest geworden. Het is ook niet een puur geschiedenisboek geworden. Maar het is eigenlijk een combinatie van de zoektocht naar mijn familiegeschiedenis. Een familiegeschiedenis dat ook zeer gemengd is. En dit heb ik dan verweven met de relaties tussen België en Congo vanaf eind 19e eeuw tot 2020. Waarom vond ik het belangrijk om met een tegenvoorstel te komen, om het toch iets anders aan te pakken? Omdat ik denk dat er, zeker als we kijken naar de Vlaamse literatuur, dat er wel heel wat boeken zijn, geschiedenisboeken zijn over Congo. Er zijn ook wel een aantal romans daarover geschreven, maar er zijn heel weinig verhalen eigenlijk die gaan over familiegeschiedenis. En zeker ook als het gaat over families die zowel roots hebben in Congo als in België. En het was voor mij al vrij duidelijk wanneer ik op een bepaald moment de stamboom heb gekregen van een deel van mijn familie, dus van mijn Belgische familie, dat het heel duidelijk was dat er op een bepaald moment eigenlijk een connectie komt met Congo. Het boek bestaat uit drie delen. Het eerste deel gaat over het systeem van onrecht, waar ik vooral inga op de kolonisatie. Op het moment dat België eind 19e eeuw op zoek gaat naar een Belgische kolonie en dan in het centrum van Afrika terechtkomt, om het land dus zo groot als Congo, ongeveer 80 keer zo groot als België, gaat koloniseren. Het tweede deel gaat over de aanwezigheid van koloniale erfenissen tot vandaag in België. En het laatste deel is wel een soort manifest, een meer activistisch verhaal, waar ik eigenlijk een aantal voorstellen doe om de Belgische samenleving te gaan decoloniseren. Het eerste deel van het boek is die zoektocht naar mijn familie. Dus ik begin eigenlijk met mijn overgrootouders en dan vooral een focus op mijn grootvader Arthur Clairvaux, maar daar ga ik zo dadelijk nog even op terugkomen. En dat deel was geen gemakkelijk deel, omdat het natuurlijk gaat over een periode die ik zelf niet heb meegemaakt en ook over mensen die ik ook niet heb gekend, waardoor ik mij ook heb moeten beroepen op bepaalde archieven. Het tweede deel van het boek is vooral mijn eigen persoonlijk verhaal, waar ik dan begin bij mijn geboorte in Congo en hoe ik eigenlijk een heel parcours heb afgelegd in België. Ik wil heel graag een klein stuk voorlezen van het boek. Het is eigenlijk de eerste pagina van het boek, dat ook al een beetje de lezer eigenlijk probeert mee te geven in die zoektocht. Een zoektocht die in 2010 is begonnen en die 20 jaar later eigenlijk nog, 10 jaar later nog altijd wordt gevoerd. Na onze ontmoeting in Brussel mailt oom Robert enkele bladzijden van de familiestamboom. Op een zomeravond in augustus 2010 print ik het document af en ik leg me in de zetel van mijn kleine studio in Brussel. Ik stel vast dat de genealogie in de 19e eeuw in België begint en eindigt in de 20e eeuw in Congo. Die observatie intrigeert mij. Het is het begin van een zoektocht die 10 jaar later nog voortduurt. Zoektocht naar het antwoord op de vragen: wat is het verhaal achter de familie Clairvaux? Hoe kwam de naam in Congo terecht? En waarom heet ik Nsai en niet Clairvaux? Want die laatste vraag was vooral iets dat mij heel sterk altijd heeft geïntrigeerd. Omdat ik op een moment was te weten gekomen dat mijn vader... Dus ik heb in mijn geboorte de naam Nsai gekregen.
De naam die ik van mijn vader heb gekregen, maar mijn vader is op een bepaald moment van naam veranderd. Hè. Dus zijn naam, zijn oorspronkelijke naam bij de geboorte was Clairbeau. Maar door de politieke situatie in Congo heeft hij zijn naam laten veranderen en is dat dus Nsai geworden. En je ziet dat natuurlijk ook in onze stamboom. En het was vooral dat aspect dat me heel erg intrigeerde van Clairbeau, van waar komt dat en hoe kan ik daar eigenlijk meer over te weten komen. En dan ben ik eigenlijk in de archieven gekropen en ik ben vrij snel bij de naam van Arthur Clairbeau terechtgekomen. Arthur Clairbeau is mijn grootvader, die ik dus niet heb gekend en die mijn vader zelf amper heeft gekend. En Arthur Clairbeau was een soldaat die heeft meegestreden in de Eerste Wereldoorlog. En na de Eerste Wereldoorlog beslist hij eigenlijk om als koloniale ambtenaar naar Congo te trekken. En zo komt hij terecht in een koloniale samenleving, dat ik dus ook volledig uitleg in mijn boek. Hoe ben ik nu eigenlijk gaan graven in de geschiedenis en in het parcours van mijn grootvader? Ik heb me hier eigenlijk vooral beroept op drie soorten documenten. Eerst en vooral het persoonlijk archief van mijn onkel. Hè. Dus mijn oom heeft wel wat documenten kunnen bewaren, zowel foto's als teksten, brieven die mijn grootvader Arthur heeft geschreven toen hij soldaat was, maar ook toen hij koloniaal was. Een tweede belangrijke bron was een dossier dat ik op een moment heb kunnen opvragen bij het ministerie van Defensie, waar dus een heel aantal militairen ook gewoon een persoonlijk dossier hebben en dat ik vrij snel en vrij gemakkelijk heb toegestuurd gekregen. En een derde bron was het persoonlijk dossier ook van mijn grootvader bij de Afrika-archieven bij Buitenlandse Zaken. Ondertussen is dat dossier verhuisd van Buitenlandse Zaken naar het Rijksarchief. En dat is voor mij een heel belangrijke bron ook geweest om zijn leven te gaan reconstrueren in het eerste deel van mijn boek. Wat mij opvalt, en dat blijkt dan ook op de documenten, is dat hij op een bepaald moment een Congolese vrouw ontmoet. Hè. Dus ik spreek daarover ook in het boek. Het is mijn grootmoeder. En ik probeer de lezer ook heel duidelijk mee te geven hoe de ongelijkheid ook in de archieven aanwezig is. Mijn grootvader heeft vandaag een plaats in de archieven, omdat er heel veel is bewaard gebleven in België. Mijn grootmoeder heeft dat niet. Dus zij is zo goed als afwezig. Zelfs in het dossier van mijn grootvader wordt ze hier en daar heel kort vermeld. Maar zij is grotendeels afwezig. Op een bepaald moment krijgen zij een kind samen. En het kind is dan mijn vader. En ook dat is weer interessant, is dat in het archief van mijn grootvader dat er heel veel nadruk wordt gelegd op hem en veel minder bijvoorbeeld op zijn zoon. Ik heb wel het geluk gehad dat ik zijn erfenisdossier ben tegengekomen, een beetje toevallig, waardoor ik dus ook eigenlijk het hele verhaal van een kind dat geboren wordt in een gemengde relatie, wat in de koloniale periode sowieso problematisch was. Dus ik ga dat verhaal proberen te reconstrueren en ik probeer ook in te gaan op wat de rol en de plaats was van metiskinderen, van die gemengde kinderen in de koloniale periode. Op latere leeftijd leert mijn vader mijn moeder kennen. Excuses trouwens voor de foto die niet van goede kwaliteit is, maar die misschien ook wel nog kan aangepast worden. Mijn vader leert mijn moeder kennen en nu zijn we al in de jaren 70. En dan, naar het einde toe van het eerste deel, kom ik eigenlijk bij mijn eigen verhaal. Hè. Het feit dat ik geboren word uit dat huwelijk in Congo, waar ik geboren word. En het is ook een symbolisch moment in het boek, want het tweede deel van het boek begint echt bij mijn eigen verhaal en bij mijn eigen personenparcours. En hier wil ik misschien mee afsluiten, namelijk dat ik had het boek nooit geschreven, mocht ik van EPO niet die vraag hebben gesteld. Ik had blijkbaar toch wel een externe stimulans nodig om die zoektocht die ik wel al was gestart, om die zoektocht ook effectief eigenlijk op papier te gaan opschrijven. Een ander element is ook dat de zoektocht naar een familiegeschiedenis is ook een zoektocht naar een identiteit. En ik als persoon van kleur in een steeds diverser wordend België, had dit ook heel erg nodig. Het zoeken naar die familiegeschiedenis en het schrijven van het boek
is voor mij een manier ook geweest om een deel van mijn identiteit ook veel meer vorm te gaan geven. En ik zie dat, dat het boek ook wel inspirerend werkt voor mensen van mijn generatie. Ik krijg heel wat mails, heel wat berichten van jonge mensen, twintigers, dertigers, vaak mensen met een migratieachtergrond, van Congolese afkomst, maar ook van Marokkaanse origine, die echt wel ook proberen om nu werk te maken van die zoektocht eigenlijk naar een familiegeschiedenis, maar die vaak ook niet altijd goed weten hoe ze dat moeten aanpakken. Ik eindig graag met deze quote van Rashida Aziz, een schrijfster en activiste, die volgens mij ook echt wel het belang aangeeft van het zoeken naar die familiegeschiedenis. Namelijk, als ik heb mijn generatiegenoten inzicht willen krijgen in onze situatie, dan moeten we ook het lot van onze ouders begrijpen. Dank u wel. Zij die mij willen contacteren, kunnen ook altijd naar mijn website gaan, www.nadianesai.org.